En het schijnt dat ze heel groot kunnen worden. Dus ik hoop dat we alles goed doen. En we hebben daar even wat producten uitgekozen waar we het over hebben gehad tijdens dat gesprek met de diëtist. Goedemorgen. Vandaag is het 12 december. Vandaag is het 12 november. En ik ben even rustig aan het wakker worden. Ik zit even op de bank. Zoals jullie zien, Katara zit hier. Achter mij. En Bliss is hier. Ik dacht het is tijd om weer zo'n vlog te maken die een beetje up-to-date is. Ik heb wel 2 vlogs geplaatst van de zomer nog. Maar het is natuurlijk alweer november. De zomer is echt alweer een tijdje geleden. Er zijn een paar dingetjes veranderd. We waren natuurlijk steeds wat bezig in het huis. En bij mij zijn een paar dingetjes anders geworden sinds de vlogs van de zomer. Ik ga nu dus weer naar school toe. Ik ga alleen nog maar naar de verplichte bijeenkomst, heb ik besloten. En ik geef nog les. En ik ben gisteren voor het eerst bij een afspraak geweest met een diëtist om uit te zoeken welke voeding ik nou wel goed tegen kan en waar ik nou niet goed tegen kan, omdat ik echt heel veel migraine heb gehad. Ik weet niet precies wanneer dat begon. En ook heel veel andere klachten. Zoals dat als ik 's ochtends uit bed kom, dat ik dan direct misselijk ben. En over de dag heen ook. En vaak veel buikpijn heb. Dus het was nu echt hoog tijd om daar eens een keer via de manier van voeding wat mee te doen. Vanavond gaan we even boodschappen doen. En dan ga ik morgen mijn nieuwe voedingspatroon echt toepassen. Voor zover dat goed gaat in 1 keer dan. En dat heet een FODMAP dieet, wat ik ga doen. Met zo'n dieet hoop je dan dus achter te komen waar je dus wel en niet tegen kan. Dat is even in het kort waar ik nu mee bezig ben. Met de dieren gaat alles prima. Katara is gesteriliseerd. Het was nodig voor haar gezondheid omdat ze bijna niet meer at, omdat ze last had van hormonen. Ze werd dus de hele tijd cross en vandaar dat ze is gesteriliseerd. Nog geen aquarium ervaring. We hebben nu toch na iets langer dan een half jaar eindelijk er wat in gedaan. En we hebben gekozen om een sluierstaart aquarium te doen. En dit is gewoon een aquarium die op kamertemperatuur is qua water en niet verwarmd. Ik zal jullie die eerst eventjes gaan laten zien. Hij is nog een beetje leeg. We willen graag op andere planten en ook andere stenen. Maar dit is nu hoe die erbij staat. We hebben 5 vissen die hierin zitten. En het schijnt dat ze heel groot kunnen worden. Dus ik hoop dat we alles goed doen. En dat de vissen gewoon oud worden en groot worden. En dat ze misschien zo groot worden als dat mijn hand nu is. Dus dat zou wel heel erg leuk zijn als dat zou gebeuren. Het is wel erg leuk, trouwens. Het is leuker dan ik had verwacht. En zoals je ziet, meestal valt het niet zo op. Maar het aquarium die heeft wat beschadigingen. Er zitten wat krasjes op en zo. Maar voor ons is het prima. Misschien moeten we ooit nog een keer een nieuwe kopen. Verder is het hier momenteel niet zo erg netjes in huis. We hebben namelijk een gezellig weekend gehad. We hebben nog niet alles opgeruimd. Moet de bank even heel laten. Ga maar uit. Ik heb ook iets veranderd in het uitgaan met Boris. Oh, dat was Bliss. Ik neem nu wat wortel mee. En dat is dus eigenlijk ook zijn nieuwe snack. Dit ding, daar hou ik zo van. Dit ding is zo lekker warm. Het is echt een aanrader om zo'n ding te hebben eigenlijk. Ik heb hem eigenlijk gewoon aan als trui meestal. Maar ik doe hem nu over mijn jas. Ja, ik heb gewoon echt een hekel aan kou. Mijn laatste naam. Wij zijn buiten. Deze riem is 8 meter. Dat is wel fijn. Dan kan ik heel ver weg. En hij ook.
we hadden nogal een druk weekend. Ik had een repetitie, want we hebben een kerstnachtdienst binnenkort. En toen bleef mijn familie eten. Gisteren hebben we nog net op visite gehad voor eten. En ik hoef nu nergens heen, dus vandaar dat we dan even wat zooi laten staan. Ik kan nu weer opruimen. Nou, tussendoor hebben we ook opgeruimd, vooral Johannes trouwens. Inmiddels is het wat later op de dag, dat zie je wel een beetje aan de andere belichting. Hieronder zit zeg maar een lamp. Die lamp is een beetje roze-achtig. Ik denk zelf dat het mooier is om bijvoorbeeld blauw te hebben. Dat het misschien wat helder, meer helder lijkt dan roze. Oh ja, inmiddels is de keuken trouwens weer netjes. Zo ziet het aquarium eruit met de lamp aan momenteel. Hey lieve. Het is tegen de avond, dus we gaan er weer blenden van maken. En dit is dus nog niet wat ik volgens mij dieet zou moeten eten, maar ja, ik weet niet of het kwaad kan. Een beetje daglicht. Goedemorgen. Vandaag is het de volgende dag. Het is nog ochtend, ik ben nog niet zo lang wakker. En het is tijd om vandaag veranderingen aan te brengen in mijn voedingspatroon van voorheen. Gisteren ben ik, zoals gezegd, wat ik zou gaan doen, naar de winkel toe geweest. En we hebben daar even wat producten uitgekozen waar we het over hebben gehad tijdens dat gesprek met de diëtist. Maar ik weet nog niet precies wat ik nou moet eten, omdat ik gisteren toen ik op de laptop keek de lijst nog niet had. Want ik krijg een lijst waar ik op kan zien wat ik het beste kan gaan eten. Ik ga nu beginnen met het eten van een cracker. Het is een crackertje met een aardbei geworden. Ik heb hier dus spulletjes klaargezet voor wat ik nu ga eten. I see the crystal raindrops fall and the beauty of. Zoiets dus. Het is iets later. Ik heb die melk en zo al een tijdje op. Ik ben nu een eitje in de pan aan het klaarmaken. Dan ga ik zo meteen 2 broodjes op mijn bord doen met het eitje daartussen. En 2 vitamine D billetjes nemen. Het loopt tegen de avond. En ik geef les tot 7 uur. Dus we gaan... Wow, dat was te laat. Dat betekent dat we iets later gaan eten. Johannes die gaat eten maken tijdens dat ik les geef. Dus we eten om 7 uur. Het is nu bijna 4:30. Dus ik ga nu... ik had dat iets eerder willen doen trouwens, maar het is niet van gekomen. 2 broodjes eten met pindakaas. Gewoon ik besmeer eentje door die andere bovenop. En ik zou dit eigenlijk ook met boter eten, maar ik kan geen boter vinden. Dus dat moeten we nog kopen, denk ik. Het is weer de volgende dag. Het is nog ochtend en ik heb gisteren de lijst gekregen van wat ik moet eten. Volgens mij in de middag al, maar ik keek pas later. Vandaag heb ik dus net even een beetje wat anders dan gisteren, maar wel hetzelfde idee. Ik heb druiven door de helft gesneden en hierin gedaan. Er zitten walnoten in en gebroken lijnzaad. Mag je het nou leuk vinden om hier meer over te weten, dan kan je best een diëtist inschakelen die... kan helpen bij zoiets, maar je kan natuurlijk zelf ook gewoon aan de slag. Mochten jullie nog vragen hebben, vraag ze dan maar hieronder. Niet dat ik er alle verstand van heb, maar ik ben ermee bezig om het te proberen. Als je dat dieet doet, wat ik nu ga doen of aan het doen ben, dan krijg je een lijst waarvan ik niet alles leesbaar zal laten zien. Maar zo kun je toch een beetje zien hoe dat dan werkt. Dit zijn dingen die meestal veilig zijn om te eten. En dan, volgens mij werkt het zo dat dit dan in het midden staat van die 2. En deze zijn meestal niet goed om te eten. En zo heb je dus, ik weet niet of ik het goed uitleg, maar... allemaal lijsten en dingen waar al het eten op staat. Nou, ik denk wel dat jullie kunnen begrijpen dat ik even zelf hier aan moet wennen en alles moet uitzoeken. Want zoals je zag, staan er best wel behoorlijk wat dingen op. En ik ga nu ook de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot in de volgende video.